Havn van Antwerpen heeft het contract gewonnen voor de uitbating voor het management van de Port of Cotonou. Wij moeten capacity building doen, dus de mensen begeleiden en opleidingsprogramma en carrièreplan uitbouwen. En daarom hebben we samen met Enable een opleidingsprogramma. Zodat jullie allemaal de passage en de We zijn de eerste Europese haven voor Afrika. Goederenstroom tussen haven van Antwerpen en Afrika is min of meer 15%. En daarom is PAI ook aanwezig in Afrika. Om echt een duurzame ontwikkeling te kunnen bouwen, Port of Antwerp International heeft de management van de haven van Cotonou overgenomen sinds 1 mei 2018. We hebben 5 grote luiken die ginder belangrijk zijn. Het eerste luik is de interne organisatie op peil zetten, dus boekhouding, financiën, human resource, procedures uitbouwen. Het tweede luik is Cotonou positioneren tegenover de havens, andere havens van de subregio. Dus vooral tegenover Lomé, Togo, dat vooral de belangrijkste concurrerende haven is. Derde luik is het ontwikkelen van een investeringsplan om qua infrastructuur de haven terug op niveau te zetten. Het vierde luik is een adviesluik tegenover de staat. Als de haven heel goed werkt, maar bijvoorbeeld de douane of iets anders niet goed, het werk dat wij verrichten heeft geen zin, dus moeten we een advies geven op de ganse supply chain. Het vijfde luik is het belangrijkste luik, dat is capacity building. Samen met Enable hebben we een opleidingsprogramma opgesteld voor de mensen uit Cotonou te kunnen opleiden. En een van deze opleidingen is het opleiden van al het departement van de kapiteinerie, dus de loodsen, de kapiteins, de matrozen. En Antwerpen heeft juist intern alle capaciteit, alle middelen om die mensen goed te kunnen opleiden. Een heel belangrijke klant voor een haven zijn de verschillende rederijen. En de globale tendens is natuurlijk grotere boten aantrekken binnen de havens. En vandaag zijn de boten in Cotonou tot min of meer 250 meter en wij willen grotere boten aantrekken. Tot 300 meter voor dit jaar of voor begin van volgend jaar en op langere termijn boten van 340 meter. En daarom moeten we natuurlijk eerst oefenen vooraleer dat in de praktijk te kunnen doen. We hebben een simulator voor de loodsen en een simulator voor de sleepbootkapiteins. En dat is juist de unieke expertise. We kunnen die twee simulators synchroniseren zodat je het echt real-life experience hebt hier in Antwerpen. Het is een programma dat we samen hebben opgesteld met PAI en met Enable om die boten van 300 meter binnen te kunnen brengen in Cotonou.